Jongens, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Mitchell en vandaag gaan we weer, ja, jullie weten het, Mitchell uploadt altijd 5 card duplication video's en allemaal dezelfde. Maar ja, we gaan vandaag weer card duplication lezen, want die stomme kut energy hier al, die moet weg. Als jullie zien, ik sta in de geduplicate garage met 9 energy retro customs. En ik ga jullie vandaag laten zien alweer hoe je kan card duplicate. Ik hoop dat de glitch nog werkt. Dus laten we maar eventjes gaan proberen. Ik moet die thumbnail ook nog steeds in die video zetten. Nog. Maar mensen, vergeet zeker ook niet vanavond hopelijk bij mijn DOIJ livestream te komen kijken. Het was intussen groot succes. 78 mensen hebben hem bekeken. Fucking nice. Ik ben van 10.041 views naar 10.341 views gegaan. En van 140 abonnees naar 144. Facet zit er ook bij in de party. Kunnen jullie? Denk het wel. Maar daar komen we dadelijk achter als ik hem ga bewerken in Share Factory. Ik ga straks ook nog eventjes muziek toevoegen. Ik heb hier nog ergens een USB-stick liggen. Waarom ga ik naar mijn office? Ik moet naar mijn Minda Club. Hey, kan je een invite passen? Ja, ik kan zeker een invite passen. En ik kan straks ook een garage toertje doen. Als ik mijn garage helemaal heb geëdit natuurlijk. Want ik heb ook nog allemaal rotzooi op mijn garage en die eruit moeten. En met straks 4, 5 miljoen kan ik er even wat auto's kopen. Maar ja, wat je nodig hebt is een nightclub met basement 2 en basement 3 en basement 4. Wat je nodig hebt is een LG Retro Custom of een andere bench, auto of motor. Je hebt een MOC nodig en je moet je PlayStation in Engels Verenigde Staten zetten, want anders kan je geen recente activiteiten vinden. Wat je doet is je gaat naar je basement level, weet ik voor waar je die bench auto hebt staan. Ik heb hem op basement level 2 staan, want die had ik als eerste gekocht. Alles de auto's moet even inspannen. Er staat nog eens een keer een straatauto. En nog wat LG's en revolters. Deze revolt wil ik sowieso niet wegdoen, dus ziet er heel erg ziek uit. Oké. Wacht eens even, dit klopt niet. Ja, misschien klopt het wel, maar staat hij nog tussen die lijst, die gratis auto's? Hey, die ja? D-class burgershot en die Vapid Dominator zijn voor mij ook in één keer niet meer gratis, man. Nee? En ik heb gisteren fucking 2 weggedaan, ouwe. Oh, man. Waar is GTA mee bezig, mensen? What the fuck, ouwe? Gelukkig heb ik die Red Dead Download nog wel, die ga ik gewoon niet verkopen. En als het, ik ga hem denk ik ook niet meer verkopen in Discord met de DOIJRP, maar... Even kijken, ik moet even iemand een strijk geven. Wie? Even kijken, die ene... DJ de Mint of zoiets. Ah, oh, hij is hoger dan ik. Gravetjes getoeld hebben, PlayStation button. En dan rij je of loop je gewoon naar de deur. Dan ga je hier, dan klik je op basement, je headset, basement level 3. En dan moet je snel pelt zo mogen een kruisje drukken, maar ik was te laat en hij opent mijn fucking telefoon. Snijd god daar. Ik moet misschien ook weer beginnen met glitches gaan doen, maar ik wil wachten tot ik een makkelijk... Oké, je hoorde klik. Klik, mensen. Gewoon even wachten. Nee, mijn bril weer vies. Ik maak hem nog viezer. Godverdomme. Zo, met die kan ik wel even afpoetsen. Dan wacht gewoon eventjes een paar seconden op dit zwarte scherm. Ja.
gesprekken vannacht. Ik kom eraan. Ik heb even gewacht, mensen. Dan heb je recent activiteit ready click. En dan druk je een rondje. En dan heb je geen minimap, maar wel een blauwe cirkel. Dus dan loop je naar de blauwe cirkel toe. En dan switch je de LG Retro Custom met een LG. Dan stap je in de LG Retro Custom. Zie nog de play too fast for you. En dan rij je naar buiten. En dan verandert de plate, zoals jullie zien. Dan stap ik even uit, doe ik even mijn mobile operation center requesten. En mensen, krijgen straks ook nog even mijn gevechtsgarage laten zien, want ik heb mijn facility een soort van gevechtsgarage gemaakt. En misschien koop ik nog wel een oppressor, maar ik vind oppressor echt kut. Geef mij maar deluxo. Ja, ik gebruik alleen oppressor, ik ruk over als snel kom, maar... Ik vind deluxo toch beter al. Ja, ik weet. Alleen de oppressor dan vlieg je gewoon overal in, zeg maar. Dan druk je dat naar rechts bij je mobile operation center, dan rij je naar binnen. En dan stap je uit en dan rij je weer naar buiten. En dan rij je naar de garage waar je hem in wil hebben om hem nogmaals te saven. En mensen, ik raad jullie aan, verkoop 2 auto's in 2 uur. Want je wordt sowieso gedelen sellimiet en GTA is echt daar nu op aan het jagen. Want ik heb in één keer ook geen gratis auto's meer behalve de LG. Welke auto zit eerst gratis? Ja, de Sprung Buffalo en de Burgershot Stallion en de Redwood Gauntlet. Toen jij me die Redwood Gauntlet hebt gekocht, kon ik hem nog gratis kopen. Wanneer heb je hem nou gegeven? Een week geleden, denk ik. Ja, vorige week waren die nog gratis voor mij. Wow. Maar ze zijn niet duur, dus als ik ze wil, kan ik ze gewoon kopen. Mm-hmm. Zo zin, ik heb hier 2 LG Retro Customs. Met de plate begint met 23. Deze plate begint met 04. Ik ga dit nog 1 keer laten zien. Nog 1 keer. En dan is deze video ook weer klaar. Dan ga ik hem eventjes editen. En even uploaden. En dan ga ik een garage toemaken. Alweer. Ik moet hier nog wat auto's naar mijn office garage rijden en nog naar wat andere garages. Ik ga nu gewoon de LG's die hier staan gewoon opmaken. Want ik wil deze LG's wil ik hier uit hebben. Dan ga ik gewoon een andere basement level gebruiken, want dit wordt gewoon een garage. En dan rij je naar de deur. Maar ik was weer te laat. Het is een beetje timing, mensen. Soms gaat je telefoon wel eens omhoog. Oké, ik sta in één keer deze office garage zonder een of andere reden. Oh, ik ben LG Retro Custom kwijt. Dit gaat niet goed, mensen. Het gaat niet echt goed hier. Oh, je bent in een nightclub. Ja, maar ik heb wat fout gedaan. Dus ik pak even deze LG Retro Custom en ik rij even naar buiten. Want ik ga in één keer in mijn... andere garage en ik hoor een keer klik klik. Oh. Hopelijk sprang naar buiten. Ach, godverdomme. Oh, sorry. Hallo! Wordt toch vol aangereden? Wat is deze NPC aan het doen? What the fuck? Oh, mijn LG Retro Custom is er weer. Nou, we gaan het eventjes proberen. Het is natuurlijk, zoals ik al zei, mensen, timing. Fuck. Oké, let's try it. Oké, klik, klik. Wacht je even op het zwarte scherm. Dan een GTA Online rondje.
Dan deny je de alert. Dan heb je geen minimap, maar wel een blauwe cirkel. Huppatee. Stap je weer in je... ja, in je Benny's auto, die vooraan staat, of welke auto dan ook. Maar je kan alleen Benny's auto's verkopen. Nou, dan heb je hier al je LG Retro Custom. Voor mij is de LG Retro Custom dan. Wat kan die met Deluxe's? Dat weet ik niet, maar ik kan mijn Deluxe niet verkopen, want die heb ik overgeglitcht. Oh, was dat de Deluxe voor mij of niet? Nee. Mensen, dit is een glitch, man. Ik ga met zijn auto naar buiten en hij ligt in één keer fucking laag op de grond. Echt fucking laag. Ja. Maar dan rij je naar je... Zoals je MOC spant, rij je naar je MOC. Wel met de personal vehicle storage natuurlijk. Mensen, ik zeg het nogmaals, verkoop twee auto's in 2 uur, want je wilt niet gedelimiteerd worden voor 15 weken. En maar 1 auto per dag kunnen verkopen. Want dat is echt hartstikke vervelend. Jezus Christus. Dan ben je naar buiten gereden. Dan rijd ik weer naar mijn Midnight Club garage. Basement level 3. Vriend van mij heeft basement level 2, 3 en 4 volstaan. Je hebt gewoon 30 geduplicate. En je hebt gewoon 30 geduplicate LG Retro Customs, hè? Voor 900k verkopen. Hé. Hey. Oh shit, die MOC is er niet meer. Maar zoals je ziet, ik heb 3 geduplicate LG Retro Customs. Mensen, dit was de video van nu. Dus vind je een leuk moment. Vergeet niet te abonneren. Mijn kanaal abonneer als je niet gedaan hebt. Vergeet niet te liken en zeg ik weer zoals altijd, later!